allemaal. Nou, we gaan de laatste tekst van het pensum voor Latijn voor klas 5 doornemen. Nou, jullie hebben in eerste instantie gelezen stukken uit de Tusculanae Disputationes van Cicero. En nou, dus de gesprekken uit Tusculum, waar Cicero zijn villa had. Nou, dat zijn geen gesprekken eigenlijk. Dat zijn korte vragen en dan lange monologen. En goed, over de filosofie en in het bijzonder ging het inderdaad daar over de dood en het. En de houding van de mens jegens de dood. En Cicero is een eclecticus. En hij is iemand die dus een beetje van alle filosofische scholen wat haalt. Hij heeft wel een enige voorliefde voor de Stoïcijnen, maar ook wel voor vele andere filosofische scholen. En zijn grootste verdienste is niet de originaliteit van zijn geschriften, maar het feit dat hij in het Latijn de Griekse teksten heeft weten om te zetten. Nu gaan we naar Seneca. En Seneca is iets origineler, ook al zijn de Stoïcijnse gedachten ook nou ja, in Griekenland geboren. Hij is misschien wel degene die ze op de meest uitgebreide manier bewoord en vertolkt en aan onze tijd heeft doorgegeven. En die heeft verschillende soorten geschriften geschreven, brieven, veel, dat zijn de bekendste werken van hem. Maar ook wel traktaten zoals het De Veritate Vitae. Dat zijn korte verhandelingen die gaan over één concreet onderwerp. En hier is over de kortstondigheid van het leven. Dus ook op een of andere manier verbonden met de dood. Zoals jullie al gelezen hadden bij Cicero. We gaan nu naar de tekst kijken. En nou, hier begint het stuk. Het is gericht door een Paulinus. Dus Paulinus hier de aanspreekvorm. Paulinus, het grootste deel van de stervelingen, de mensen dus, klaagt enkelvoud, want deel is het onderwerp, en dit is een genitivus participus, klaagt over de gierigheid van de natuur. De natuur, dan moet je niet denken, de natuur in de zin van de bloemetjes en de bijtjes, maar de natuur van de wezenlijkheid, de moeder natuur, zou je kunnen zeggen bijna, maar die ook de mens heeft voortgebracht op een of andere manier. En hier staan dus redenen waarom de mensen klagen. Omdat wij geboren worden, en dat wij, haalt dus Seneca zichzelf op bij, wij mensen, geboren worden in een klein stukje van de tijd. Genitivus participus weer, bij exigum, dat een gesubstantiveerd bijvoeglijknaam wordt. Omdat, tweede reden, en hier staat wel een conjunctivus, en de conjunctivus presens hier, is omdat dat quote een subjectieve reden aangeeft, omdat, dus wij ervaren dat, zou je het ook in een expliciete vertaling kunnen schrijven, maar we vertalen het hier letterlijk, en hier voegt het toe inderdaad in de vertaling volgens hen, om duidelijk te maken dus dat dat een mening is, en de conjunctivus vertalen we verder alsof het een indicatief is, omdat volgens hem, haec spatia, een grote hyperbaton, deze letterlijke ruimtes van de tijd aan ons gegeven, PPP, dat concurreert met temporis, zo snel en zo vlug, een soort tautologie, zo snel en zo vlug, wegrennen, zo zie ik dat eclectisch admodum paucis. Met uitzondering van weinigen, dat is eigenlijk een ablativus absolutus, nadat weinigen opzij gelaten zijn, het leven in de steek laat, de overigen in de voorbereiding zelf van het leven. Dus dat betekent dat sommigen gaan dood voordat ze eigenlijk beleefd hebben, omdat ze nog bezig waren met voorbereiding. En niet klaagt alleen de massa en het onverstandig volk, massa en volk hier is weer een soort tautologie, over deze ja, publieke, gemeenschappelijke, zoals zij denken, dit is een deponens, kwaad. Wat is het kwaad? Het feit dat het leven dus zo snel voorbij gaat. Maar ook
gevoel, het affectus, heeft opgeroepen, klachten van beroemde mannen. En van de man, hier van de man, komt, is letterlijk de uitroep, die uitroep, in la exclamatio, weer in perpetuum, van de grootste van artsen, en dat is Hippocrates, hè, die ook de eed van Hippocrates heeft opgesteld, die de artsen nog steeds moeten uitspreken. En hier komt hier dus de uitspraak van Hippocrates. En het is in een soort ACI, zonder hoofdzin. Hij zei dat het leven is kort, de kunst echter lang. Nou, de kunst bedoelt hij waarschijnlijk de geneeskunst. En daar vandaan, en hier gaat hij ook nog wel meteen tegen Aristoteles in, en daar vandaan komt de klacht van Aristoteles, een klacht allerminst zend bij een wijze man, Aristoteles, die protesteert, protesterende, PPN, tegen de natuur der dingen. En hier komt een citaat van Aristoteles, alweer in een soort ACI. Hij zei dat, illa, namelijk de natuur, zij heeft gegeven aan de dieren zoveel van tijd, conjunctivus participus de tantum, dat, en hier conjunctivus consecutivus, dat zij de vijfde, of de tiende generatie doorleefden. En hier een asyndeton adversatief, want je zou maar kunnen toevoegen, zie je dat ook in de vertaling. Dus als je moet citeren, een asyndeton citeer je educaret cum homini, denk tussen niet alleen de comma, want anders weten we niet welke comma je bedoelt. De twee woorden voor en na een leefsteken waar de asyndeton plaatsvindt. En dan kun je daarbij schrijven dat het adversatief is, maar aan de mens geboren, voortgebracht, PPP, of hier het met homini, dus dit is een dativus, voor zoveel en zo grote dingen, een zozeer kortere, dichterbij staande termijn, einde van het leven vaststaat. Dus dieren hebben veel langer leven, sommige dieren althans, dan de mensen. En dus hier wordt ook Aristoteles door Seneca berispt. Niet mee eens, dat is een ander verhaal. Het gaat niet om hem heen. Hier gaat Seneca door met: wij hebben niet een klein beetje van tijd, hier een genitivus participus, maar wij verkwisten veel van de tijd. Het leven is lang genoeg. En, est in ellips, en het is, breed gegeven. Het is rijkelijk gegeven voor de vervulling. Het consumatione, het consumeren, het denken tot het einde van de grootste dingen. Als, tenminste, volledig goed wordt geplaatst, zal worden geplaatst, conjunctivus potentialis. Maar, waar die vloeit, stroomt door wilde drang, door luxe en in de feite gebrek aan ijver. Negligentia betekent dat iemand niet ijverig genoeg is in het doen van dingen. Waar een penditoer wordt besteed aan geen goede zaak, dan voelen wij dat illa eon, dat zij het leven
wie wij niet hebben begrepen met dat gaat, dat het weg te gaan is. En hier staat er een ablativus absolutus, wanneer uiteindelijk de laatste noodzaak ons dwingt. Dus op het moment dat van de dood pas, bemerken wij dat het leven voorbij is gegaan, die wij niet hebben begrepen dat dat gaande was. Dus veel te laat. Zo is het, ita est. Non accipimus, wij krijgen, ontvangen niet een kort leven, maar wij maken het kort. En wij zijn niet gebrekkig daaraan, maar we zijn verkwisterd. Dus we hebben geen tekort aan leven, maar we verspillen het. Dus, brede en koninklijke, grote en koninklijke rijkdommen. Opus, dat is trouwens een woord dat je uit je hoofd beter kan leren. Ops, opies, want anders vind je hem niet in je woordenboek. De meeste mensen gaan dan opus vinden en dat betekent werken en dan gaat alles fout. Dus, zoals grote en koninklijke rijkdommen, wanneer ze zijn gekomen bij een slechte beheerder, bij een slechte heer. Momentaan, hè, plots in een moment worden verkwist. Maar, hoewel ze klein zijn, die rijkdommen, als overgeleverd zijn aan een goede beheerder, ze groeien met het gebruik. En je moet je denken, nou, het is iemand die dus geld moet beheren, en in plaats van het verkwisten, het gaat hem goed beleggen. En zo, net zoals dus rijkdommen groeien wanneer ze goed beheerd worden, zo ons leven staat open voor veel, regelt veel ruimte, staat hier, voor degene die het goed regelt, voor degene die een goede instelling heeft. Wat klagen wij, waarom klagen wij over de natuur van de dingen, over de natuur, over de dingen zijn? Zij, de natuur dus, heeft zich gedragen op een welwillende manier. Royaal wordt hier vertaald. Het leven, als jij het zou weten, dat is een conjunctivus presens potentialis, te gebruiken, infinitivus presens passief van utor en de ponens, is lang. Maar, en hier staat een reeks zinnen, die worden hieronder allemaal met passivum vertaald, want dat klinkt beter in het Nederlands. Ik zal het actievum houden. Il allium is de ene, allium is de andere, allius weer de ene en zo gaat het door, allium de andere. Dit is wel een nominativus, de andere zijn allemaal accusatives. En telkens dus staat het werkwoord en het onderwerp met ernaast. En het is wel inderdaad een neiging om het alles passief te vertalen, dus overal dit als onderwerp maakt het wel begrijpelijker in het Nederlands, maar ik hou gewoon de letterlijke vertaling. Insatiabilis avaritia, een onverzadigbare gierigheid, houdt de ene vast. En op deze manier, ook als ik het zo vertaal trouwens, haal ik gewoon het daaraan voorweg. Allium, allium, allius, allium. Maar goed. Bezigheid met super lege bezigheden, houdt de andere vast. Dus de eerste is gierig, de andere is alleen maar bezig met stommiteiten, gaat van een voor andere. De andere, letterlijk, is nat van de wijn, is dronken door de wijn. De andere verlamt de luiheid, het feit dat hij niets doet. Inertia, de inertie, zou je ook in het Nederlands kunnen vatten.
Allium, een andere, vermoeid, een tijd van de van het oordeel van anderen hangen ambitie, dus iemand die alleen naar het idee van hoe kom ik over bij de anderen en word ik gewaardeerd. En de andere, de snelle begeerte, de hals over kop zijn, de begeerte, de gerundium, om te handel te drijven over alle landen, alle zeeën, brengt hem, leidt hem, met hoop op winst. Dat zijn dus hier een aantal dingen worden genoemd. De avaritie, de gierigheid. Nou, de seduritas, de bezigheid, de onnodige bezigheid. De drang, de luiheid, de ambitie die afhankelijk is van het oordeel van anderen. En het verlangen geld die dus jou brengt om te handelen. Allemaal dingen die in de filosofie van de Stoïcijnen werden genoemd de indifferentia. Dingen die eigenlijk niet toe doen, want we moeten ons laten leiden door de reden. Hier gaat hij door, gaat Seneca door dus met andere voorbeelden. Van mensen die dus door omstandigheden van het leven eigenlijk het leven niet leven. Hè? Want het verlangen naar krijgsdienst stelt sommigen non qua non, dat is een vitotus, dus voortdurend, gespitst op de gevaren voor anderen, of angstig voor hun eigen gevaren. Dit is een bijstelling bij de mensen die dus met militaire actie bezig zijn. En die willen of anderen gevaar brengen, of ze willen zichzelf verenigen. Sunt aliqui, er zijn sommigen die consumeert, verteert, een ondankbare verering van de meerderen door een vrijwillige slavernij. Mensen die alleen bezig zijn om de baas als het ware te kiezen en dus zichzelf tot slaaf maken. Velen heeft vastgehouden een verlangen naar het fortuin van anderen of een klacht over hun eigen fortuin. Hun eigen fortuin, dus mensen die bezig zijn met geld. Nou, dan zie je dat sommige velen, en tenslotte hier kijken we, de meesten slingerden in weer, de meesten, terwijl zij niets zeker, niets dat vaststaat, achtervolgen, slingerden in en weer door nieuwe plannen, wat een vaga en constans en sibi discussent levitas. Levitas, dat is lichtzinnigheid. En vaga betekent onbestendig, dus culturen, niet constante en zichzelf, met zichzelf geen plezier doen, spiekerend. Dat betekent met zichzelf ontevreden. Want die lichtzinnigheid betekent het gebrek aan een vast doel in je leven. Het feit dat je slingert van het ene naar het andere, je wil een pleziertje en een ander pleziertje iets bereiken. En je weet eigenlijk niet waartoe je op aarde bent. Dus daar. De ondeugden, de fouten, dringen aan en omringen. De mensen, zou je kunnen toevoegen naar het sluitend voorwerp, of ons misschien ook wel, van alle kanten. En ze staan niet toe overeind te komen of de ogen te richten in het aanschouwen van het ware, van wat waar is. Dit is gesubstantieerd bij voorgedaan wordt. Maar
Ze onderdrukken hen of ons, onderdompeld en vastgenageld in de begeerte. Wanneer ondergedompeld, vastgenageld, dan begint het. Nooit is het hun toegestaan terug te keren tot zichzelf. Indis, dat zijn de mensen inderdaad, dus niet Nos. Nooit is het toegestaan aan hen, de mensen, terug te keren tot zichzelf. En Nos, van een of andere vallig, of een of andere rust en de beurt valt, komt hij niet. Fluctuantur, ze proeven in een weer, zoals een diepe zee, waarin na de wind ook nog een beweging van golven is. En niet is er ooit lust voor hen van hun begeerte. Het is de oorzaak hiervan, de oorzaak van het feit dat de mensen dus zomaar in een wier geslingerd worden en vastgenageld worden aan hun ondeugd en vitia. Jullie leven altijd alsof jullie altijd zullen leven. Pictori is een gaat met semper en dat is een principe in het futurum. Nooit komt bij jullie op jullie broosheid. Jullie kijken niet hoezeer al van tijd, conjunctivus perfectivus, hoeveel tijd voorbij is gegaan, conjunctivus perfectum. Hoeveel tijd er al voorbij is gegaan. Jullie morsen, jullie verspillen, als was het uit het pols en overvloedig, alsof het uit een pol iets en een overvloedig, ja, glans is het beeld wat je hier hebt. Morsen jullie uit. Hoewel, conjunctivus kun je beter vertalen met hoewel, maar terwijl mag natuurlijk ook. Terwijl, ondertussen, misschien, juist die dag die is, let op de hyperbat manier, die van sommige zon, zijn, wordt geschonken, wellicht de laatste is. Dus iemand gaat door een tijd verspillen zonder te beseffen dat misschien wel voor een bepaalde zaak of zelfs voor je leven een persoon dat je de laatste dag voor je is. De kortstondigheid van het leven aanschouwen. Dus jullie prezen alles alsof jullie sterveling zijn, als stervelingen. Maar, hier weer een versatieve zinnetum, jullie verlangen naar alles alsof jullie onsterfelijk zouden zijn. Je zult horen, audies, dat is een futurum, hè? Let op, audies te staan, es is de uitgang, e kenmerk van futurum. Jij zult horen, velen, zeggende, velen die zeggen. Ik zal me terugtrekken, sekeda, ook in futurum, hè? De medeklinkerstam hebben een A bij de eerste persoon en E de rest. Zo ook de I-stammen. De A en B-stam doen het met een B-figuur. Dus ik zal me terugtrekken tot rusten vanaf mijn 50ste jaar. Mijn 60ste jaar zal mij uit mijn taken ontslaan. Het zijn dus citaten van mensen die dat zeggen. En dit is het antwoord dan van Seneca met een
een retorische vraag. En welke borg ontvang jij toch voor een langer leven? Langer dan 50 of 60? Dus we zijn allemaal niet zeker. Waarom maken we zulke plannen? Hier is ons de stuk. Wie zal dulden, zal toestaan dat die dingen gaan zoals jij je voorneemt? Niemand. Rhetorische vraag. Non pudet. Weer een vraag. Staan je je niet? De rest van het leven voor jezelf te reserveren, als het ware, hè? Te bewaren. En niet solo tempus, alleen die tijd voor een goede instelling, een goede instelling te besteden, dat niet, dat, sorry, dat kan in een enkele andere zaak besteed worden, en geen enkele andere zaak besteed worden, namelijk de ouderdom. Hoe laat is dan pas beginnen te leven wanneer er opgehouden moet worden? Dit is een gerendieven van verplichting of necessitatis. Dan ben je een D en fijn dat het samen gaat met S. Dus er moet opgehouden worden met het leven, dus het heeft, nou ja, geen zin om dan pas een goede instelling te nemen. Een goede instelling moet je vanaf het begin nemen. Wat een zo dom vergetelheid van je sterfelijkheid is, uit te stellen de goede voornemens, zijn de concilia, de goede raden, de gezonde raden, naar je 50ste of 60ste jaar. En daar vandaan willen het leven te beginnen, waarin weinigen hebben het voortgezet, want de meeste mensen worden niet zo veel ouder dan 50 en 60. Je moet denken ook dat de levensverwachting in die tijd was wat minder. Dus een pleidooi voor de Stoïcijnse filosofie, voor de juiste instelling, voor de indifferentia te parkeren, door je niet zelf over te laten aan het lot, maar te leven overeenkomstig je natuur, namelijk die van een redelijk dier. En dat is alles wat van Seneca jullie moesten leren. Succes met leren allemaal. Oef.